Neem ik aan 1-0 tevreden, niks te klagen? Ja, genoeg te klagen over het eerste half uur. Maar goed, we moeten misschien even wegstoppen nu. Hebben we dat gehad? Wat gaat er mis bij jullie? Waarom hebben jullie het zo moeilijk dan? Ja, kijk, we hebben ook wel een paar goede kansen gehad de eerste helft. Hè. Meer uit het niks. Ik denk, het wordt een lange bal op Fleming, een lange bal op Semedo. Maar ik vond ons aan de bal niet goed reageren op elkaar. Er kwamen wel ruimtes, maar als je daar niet in loopt, wordt het heel statisch. En verdedigend waren we, ja, angstig is een beetje simpel uit te leggen. Maar de afstanden waren zo groot in het volgen van druk zetten, dat ze altijd wel een vrije man konden vinden. Ik zag Polter ook een paar keer, die ging dan. En ja, vervolgens kon met Lamproes traptechniek heel makkelijk iemand vrij worden aangespeeld op het middenveld bij hun. Ja, en dan moet je als spits en nummer 10 gaan pendelen in een ruimte van 40 meter. Ja, dat red je gewoon niet. Dus een beetje de lef van het team om naar voren te durven verdedigen. Om achter een 1-op-1 te durven staan. Nou, denk je, de tweede helft goed zag. Als we dat gewoon durven en we durven dan door te dekken en tot druk te komen, dan kunnen we achterin ook prima 1-1. Dan denk ik alleen de duels van Anga, die echt heerst in de lucht volgens mij. Dan is dat het grote verschil, waardoor hij hoog kan verdedigen en aan de bal gewoon veel beter bent. Take je er vlak voor, die vrij veel onderschept, dat helpt dan wel. Ja, ik denk dat je als team gewoon echt hebt verdedigd. Echt een hele grote stap in het hebt gezet van naar bijna los zand naar weer een vechtmachine. Toch denk ik dat je ook heel lang hebt gedacht, gaat hij nog vallen of heb je altijd het geloof gehad van nou, dit komt wel goed? Ja, het mooie is, vaak ben ik zo druk in een wedstrijd met kijken en nadenken, dat je bijna gaat nadenken, oh, zullen we nog gaan winnen of niet? Maar ik had er eentje naast me zitten die zei, op minuut 90, ik denk dat we nog 3-1 gaan winnen. Ja? Ja. Waarom? Ja, dat was een gevoel. En ik moest lachen, hij lacht maar. Ja, het lijkt mij een leuk idee. Dus uiteindelijk werd het 2-1. Oh, goed. Ben ik ook blij mee. Ja, want ik zat te kijken ook, want ik had het gevoel, jullie hadden een overwicht in de tweede helft. Maar aanvallende wissels, ja, je hebt niet nog iets extra's gebracht. Je had ook niet heel veel mogelijkheden om van de bank nog iets te brengen, los van Hansson, hè? Nee, en ik was ook wel heel tevreden over het bewegen van het team. Het zijn hele zware wedstrijden om in te vallen. Natuurlijk hebben we jongens die prima kunnen invallen. Maar in zo'n wedstrijd erin komen, waar het tempo zo hoog ligt, heb je best kans dat je binnen 2 minuten helemaal back-off bent. En dan heb ik liever degene die er staan, die doorgaan, want daar waren we goed tevreden over, dan nog een extra wissel te doen. En dan, ja, je keeper is geen man van de wedstrijd, maar misschien toch ook alweer wel. Ja, dat doet fantastisch. Hij redt daarmee gewoon 2 punten voor ons. Volgens mij was je telefoon redelijk ontploft, of niet? Ja, wat is er gebeurd? De afgelopen week is de telefoon vaak snel leeg. Hoe kan dat? Wat is er allemaal aan de hand? Ja, weet je, dat is ook onderdeel van het trainersvak. En ik heb ook vaak nog de andere kant meegemaakt, ook met andere hoofdtrainers. En dan wachten de bus op als je terugkomt. En nu is het andere uiterste. Dat hoort een beetje bij het trainersvak. Maar hoe waren het de afgelopen weken voor je? Want ja, het is nu een en al Hosanna, maar het is wel wat gebeurd natuurlijk. Ja, bedoel je dan helemaal terug naar het vertrek van Kevin en Christophe? Ja. Ja, dat was een hele moeilijke tijd voor de club, voor iedereen. We hadden een hele goede samenwerking. Dat voelde al lang goed. Daarom zijn we ook gebleven met z'n drieën. We hadden een goede band met de groep. Maar ja, uiteindelijk komt die keuze dan. In het begin had ik natuurlijk het idee dat ik geen hoofdtrainer werd. Want we werd duidelijk uitgesproken, we gaan voor een ervaren trainer en een grote naam. Tja, ik dacht zelf ook van nou nog misschien een weekje, 2 weken. Je bent een hoop, geen ervaren trainer. Nee. Geen grote naam nog. Nee, daarom. Dus ik dacht ook na 1-2 weken ben ik waarschijnlijk weg, komt een hele nieuwe staf. Ja, en toen toen begon het vertrouwen blijkbaar te groeien. Hebben we de kans gehad. En die hebben we vooral met z'n allen echt gegrepen, denk ik. Van alle trainers, medisch, spelers, echt iedereen. Dus dit worden hele fijne feestdagen voor jou als ik jou zo zie. Ja, dit is fantastisch. Ja, ik bedoel dat 10-4, dat zijn seizoenen bij Ajax en PSV en niet zozeer bij Fortuna. Dus daar moet je wel van genieten. Geniet ervan. Dankjewel. Fijne dagen. Hetzelfde.